1 mei vertrekt een heel gezelschap Steindenaren vanuit Stein naar Normandië in Frankrijk. Naar de invasiestranden. En dat heeft allemaal te maken met de estafetterun die een 12-tal atleten hier vanuit Stein gaan lopen vanuit Normandië, vanaf Utah Beach, weer terug naar Stein. En iemand die daar alles over weet, dat is Han Frenke. En met hem gaan we er even over praten. Mei, de grote dag, hè? Dan, na heel veel voorbereiding gaat het dan gebeuren. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, 1 mei vertrekken we vanuit Stein richting Normandië. Team 1 vertrekt om 9 uur en de rest van de teams vertrekken om 12 uur vanuit het trefcentrum in Kerenseide. Van daaruit rijden we één stuk door naar Honfleur. En zaterdag 1 mei om 18 uur hebben we daar een receptie van door de burgemeester van Honfleur aangeboden. En met een hapje en een drankje. Ja, en nou, dat hoort al heel gezellig aan, hè? Maar dan gaat de nacht in, dan gaan jullie lekker slapen. En de dag daarna? Ja, de dag daarna, zondag 2 mei, vertrekken we 8 uur Honfleur bij de beruchte Pont de Normandie. Van daaruit rijden we allemaal richting Saint-Marie-du-Mont. Daar worden we verwelkomd door de burgemeester van Saint-Marie-du-Mont, Henri Millet. Daar krijgen we eerst ook weer daarom een receptie aangeboden. Daarna een kerkdienst, daarna een kranslegging. En van daaruit gaan we gezamenlijk, heeft de gemeentebestuur van Saint-Marie-du-Mont een diner aangeboden voor alle mensen. En dan zal daarna, na het diner, een bezoek worden gedaan aan het museum van Utah Beach. En dan is om 4 uur het grote moment. Dan gaan de 12 atleten met de begeleidende pers gaan de boten in. En dan landen we om zondag, dus 2 mei, om 1600 uur met amfibievoertuig op de strand van Utah Beach. En hopelijk krijgen we natte voeten. Ja, want dat hoort erbij. Dat hebben de Amerikanen, die jongens in 1944 ook allemaal gehad. Nou, dan gaat de run beginnen eigenlijk. Hè. Jullie gaan het strand op. Er zal nog wel een ceremonie plaatsvinden. Maar hoe laat vertrekt de eerste loper vanuit die plaats? Ja, dat klopt. De ceremonie zal plaatsvinden van 4 tot 5. Met allemaal belangrijke hoogwaardigheidskleders. Zelfs de minister komt nog. Dan vertrekken we. Dat is de eigenlijke run. 1700 uur gaat de eerste loper. De eerste estafette loper. Dat wil zeggen John Snijders junior van team 1. Gaat beginnen aan de fakkeltocht. Ja, die neemt de fakkel mee. Ja. En je hebt al uitgelegd eerder al eens dat jullie twee fakkels hebben. Hè? Ja, we hebben twee fakkels. Wat uiteraard ontworpen is door Fons Roeven. Kunstenaar Fons Roeven uit Stein. We hebben één bronzen fakkel. En die bronzen fakkel die is hoofdzakelijk voor alle officiële, officiële gelegenheden. Zoals in Saint-Marie-du-Mont, de beruchte Pont de Normandie, Margraten en uiteraard ook Stein. Met die fakkel lopen we dus richting Stein. Dan komen jullie aan op Nederlandse bodem. En waar gaat dat gebeuren? Ja, we komen dus woensdag 5 mei om 8 uur 's morgens komen wij binnen Nederland bij Vroenhoven op de Tongerseweg. Van daaruit lopen we over de Kennedybrug, dan via de Rijksweg in Bergen-Terbeleid richting Margraten naar het Amerikaans Kerkhof. Ja, daar gaat een plechtigheid ook plaatsvinden. Daar gaan we het zo meteen even over hebben met Leo Nooy. Die is daar verantwoordelijk voor. Maar jij, voor jou komt het weer in de picture in Stein als jullie de grens van Stein gaan oversteken. En dat gebeurt in Katsop. Ja, we komen dan op woensdag 5 mei om 1500 uur in Katsebaan, oftewel Stein-Zuid. Daar worden we opgewacht door 60 legervoertuigen van 4 divisies van de Liberation. De Hell on Wheels, Spierrijd uit Stein en de NLVL. En dan die
Die legervoertuigen die gaan jullie begeleiden. Gaat dat met alle atleten samen? Ja, dat klopt. Wij vertrekken dus om 1500 uur in Katsen bij de kapel. Daar eerst de politie uiteraard, dan de organisatie, dan de 12 atleten. Die 12 atleten die lopen dus 16,5 kilometer door de gemeente Stijn. Dat wil dus zeggen Katsop, daarna Elslo, daarna Meers, daarna Urmond, Bergen de Maas, Urmond Oost en dan het gemeentehuis. Daar, die fakkel die wordt constant gerouleerd. Ja, en dan in het gemeentehuis of bij het gemeentehuis, daar vinden allerlei festiviteiten plaats. Maar voordat het zover is, gaan jullie eerst die fakkel natuurlijk aanbieden. En ik neem aan dat het dan de officiële fakkel is, de zware bronzen fakkel. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat klopt. De stadhouderslaan wordt trouwens ook voor dit evenement een paar uurtjes afgesloten. We hebben daar tribunes uiteraard. En om 16:30 komen we aan op de stadhouderslaan bij het gemeentehuis. Dan zal onze atleet Johan Vissers uit Elslo, ook werkzaam bij de gemeente, de fakkel overdragen aan zijn baas, aan de burgemeester Anton Barske. Daarmee komt een einde aan 688 zware kilometers, waarin dag en nacht wordt doorgelopen, de atleten. De bedoeling van die run, is het gewoon een gezellig loopje, hè, of zit er wat meer achter? Dat heb ik begrepen eigenlijk. Ja, er zitten drie dingen achter. Ten eerste, de ere van de 65 jaar bevrijding Nederland. Ja. Ten tweede willen we toch langs de non-stop estafettetocht van Europa gaan we dat doen. Ja. En natuurlijk ten derde, ook heel belangrijk deel, goede doel, het winkelcentrum Stijn. Is opbrengst voor beschikbaar. Nou, als dan die fakkel overhandig is, dan gaat er een groot feest losbarsten daar bij het gemeentehuis. Maar daar gaan we zo meteen weer over praten met Huub Driessen, want die is daar de grote animator van. Han, we wensen jullie heel veel succes met die hele ploeg. Ik hoop dat jullie allemaal heel huids en gezond weer in Stijn aankomen. En we zullen zeker erbij zijn als jullie arriveren bij het gemeentehuis. Ja, namens de organisatie wil ik jullie echt hartelijk danken dat jullie daar aandacht aan willen besteden om op Stijn. Heel graag gedaan. Succes. Ja, dank. Bij mij Leo Nooy. En Leo die is wat betreft de bevrijdingsrun verantwoordelijk voor de organisatie in Frankrijk. Want hij is de enige in het gezelschap geloof ik die toch fatsoenlijk Frans kan praten. En hij, is ook verantwoordelijk voor de ceremonie op de begraafplaats in Margraten. Leo, we gaan naar Frankrijk. Yeah. Hè, de mensen zijn allemaal daar, zeggen we maar. Saint-Marie-du-Mont, dat is de mooie naam van dat plaatsje. En daar gaat een, onder andere, gebeurt meer, maar onder andere wordt er een krans gelegd. En ik heb begrepen dat jij dat gaat doen. Waarom Leo Nooy? Waarom Leo Nooy? De burgemeester Harry Millet, die heeft aan mij persoonlijk gevraagd of ik, omdat ik de oudste ben van de roep en de Tweede Wereldoorlog ook heb overleefd, en bovendien de hongerwinter in 1944-45, en vond hij het wel zo prettig dat die persoon die krans legt in het bijzijn van de burgemeester Barske en hemzelf. Ja. Hele eer? Ja, vind ik zeker een eer. En voor mij is het heel, heel erg prettig, omdat ik nog steeds terugdenk aan die bevrijding. Ja, ja. Want het, voor ons was het een echte bevrijding. Als je, ja. Nou, dan is dat gebeurd in Frankrijk. Dan gaan ze daarna. Er komt nog wel een receptie en een bezoek aan een museum, heb ik begrepen. Maar dan gaan de jongens op pad naar Nederland. Han heeft het helemaal verteld hoe dat gaat. En dan komen ze in Margraten. En ja, daar kom jij weer helemaal in beeld. Want jij hebt dat allemaal geregeld op die militaire begraafplaats daar in Margraten. Inderdaad, ja. En dat heb ik samen gedaan met de commandant van Schinnen en zijn PR. En deze dame die gaat kort daarna ook weer naar Amerika toe. Maar in Margraten gaat het volgende gebeuren. Er komen verschillende hoogwaardigheidsbekleders. Mm-hmm. Waaronder attachés, militaire attachés van de Amerikaanse ambassade. En van de Franse ambassade. Mm-hmm. En deze mensen die gaan samen met burgemeester Barske en de burgemeester van Margraten, de heer Bronkers, gaan zij kransen leggen, drie stuks. En daar wordt dan ook nog de Last Post gespeeld. En ja, voor de rest wordt er dan nog een mooie ronde gelopen. De jongens van ons die gaan ook nog een bloem leggen bij een graf. Mm-hmm. En dan worden ze ingesloten door Amerikaanse militairen met de commandant voorop. En dan gaan ze een ronde lopen binnen het kerkhof. Een soort ereronde voor de...
slachtoffers die in Margraten begraven liggen. Voor al die jonge jongens die daar, want we moeten vooral zien dat het allemaal jonge jongens zijn. Daar liggen maar een paar mensen die boven de 40 jaar zijn en de rest zit tussen de, zeg maar tussen de 18 en de 25. Ja, ik denk dat tegenwoordig heel veel jonge mensen het allemaal niet meer zo beseffen wat die bevrijding betekend heeft. Het waren toch allemaal jonge, veelal Amerikanen, maar ook Engelsen, Australië, weet ik waar ze allemaal vandaan kwamen uit de hele wereld. Jonge jongens die misschien nog nooit van Nederland gehoord hadden of van Europa en die toch hun leven hebben gegeven om ons hier die bevrijding te brengen. Ja, we hebben zoveel films gezien, De Langste Dag enzovoort. We hebben ook gezien Breng ons Ryan terug, ja. Private Ryan. Daar zie je dus in dat er uit een familie twee of drie slachtoffers vallen en broers van elkaar. En dat dan nog één broer in leven is en dat ze die dus op gaan halen uit Europa om die man terug te brengen bij zijn ouders. Want je kan niet een hele familie laten doodgaan. Voor onze vrijheid. Maar de vrijheid hebben wij vooral te danken aan de doorzetting van Amerika. En daar is ook die run voor en daarvoor ook die plechtigheid in Margraten, waar jij je energie in gestoken hebt. Nou, en we gaan zeker zien dat het daar een hele mooie plechtigheid gaat worden. Dat moet het absoluut worden. Okay. Bedankt. Niks te danken. Graag gedaan. Ja, en ondertussen steekt Biemig Danny Roefs. En Danny Roefs is ook een van die matadoren die met gewoon naar Normandië en natuurlijk ook met Trucump, althans het Hoopver. En hij zorgt onderweg voor de inwendige mens, heb ik begrepen. Danny, waarom in godsnaam? Zeg maar Frankrijk, de Franse cuisine, die moet zo groot zijn. Die is groot, maar we nemen de Beneluxe cuisine met. En daarbij de Franse cuisine is budgetair net verantwoord voor een klinkstichting, zoals die van ons. En als ze alles in eigen hoes hebben, moeten ze ook zelf een stukje sponsoren en zorgen dat de jongens goede verantwoorde sportvoeding krijgen. Want ook dat is belangrijk. Ja, dus gelet op de kleintjes. Gelet op de kleintjes en op de grote lopers. Ja. Zeg, dan ben ik benieuwd wat gewoon die eten, die man? Veel koolhydraten maaltijden. Het is toch, ze lopen die verdagen 70 kilometer per persoon, minimaal. Dus dat zullen overwegend pasta maaltijden zijn. Voor de jongens van de logistieke team die erbij zitten, die krijgen natuurlijk andere zaken erbij. Maar spaghetti, bami, nasi, macaroni, en die dingen moesten toch wel denken. En zeker omdat het op verschillende tijdstippen, het is geen 9, 3 en 5. Nee, het zal s'nachts, s'morgens, op de meest rare tijdstippen worden gegeten. Dus dan zijn die dingen en hapklaar en makkelijk ook voor hun wat te eten. En hebben ze daar een eigen keuken verbieden? Nee, we hebben alles op vuur al gemaakt. En dat werd ingevroren, neem ik dat met. Daarom moet ook mijn eigen bus met. Die is gekoeld. Dus we hebben alle eten voor alle 50 personen. Voor verdaag bio's. En ter plekke wordt steeds een deel gebroekt en gemaakt. Hoeveel kilo of jetsiget spaghetti maaltijden? Tel uit dat een loper die op dat niveau wil presteren. Toch wel een tussen 300 en 400 gram droog product eet, en terwijl ze normaal in de winkel pak ze 100 gram kaal product. Mm-hmm. Dus nu toch wel vijf keer zoveel. En op 50 personen, dan praat je toch wel even 60, 70 kilo per maaltijd. Ja, ja. En dan is voor 40 man de nodige fruit, energiedrank, alles met. Dus het busje is vol. De jongens werden in ieder geval verwend onderweg. Ze hoeven geen honger te lieden. Ze hoeven geen honger te leren. Geen een Burgondische kok met. Dus het kunt helemaal goed. Ik zou zeggen, zorg voor de lekkere hapjes voor die mensen. Zodat ze essen hier in Steen aankomen. Ook nog fit genoeg zijn om mee te gaan doen. Biedt gemeentehoes aan die festiviteiten die er dan gauw weer. Precies, dat kunt helemaal goed. Okay, bedankt. Geen gedaan. Ja, die grote bevrijdingsrun die gaat plaatsvinden van 2 mei tot en met 5 mei. Die wordt dan besloten hier in Steen, bij het gemeentehoes. Als die fakkel overdragen is aan de burgemeester, dan barst hij een heel groot volksfeest los. En degene die daar alles van weet, die dat allemaal geregeld heeft, dat is Huub Driessen, Huub van der Spar, ze kennen hem allemaal. Huub, een feest, dat is zich wel toevertrouwd. Ja, we hebben de laatste jaren voor af en toe wat feesten georganiseerd. En het is ook juist chic om te doen. En toen Han eigenlijk met het idee kwam van de bevrijdingsloop vanuit Normandië tot in Steen. Ik zeg, wat gebeurt er als een Steen aankomt? Wordt het heel erg beperkt. Ik zeg, Han, dan moesten er ook een mooi feestje achteraan gooien.
Dan hebben we ook de inwoners allemaal gehad, de burgers van Steen hebben gehad. En dan gewoon voor nog eens een keer bevrijdingsdag vieren op een manier die we dat lang niet meer gezien hebben. Niet. Ja, want het is echt een groeiproces geweest. Hè? Want de eerste berichten worden inderdaad van die komen aan met die fakkel. Ja. Die wordt overhandigd aan de burgemeester. Ja, en dan is het eigenlijk. Hè, en het vuurje gaat dan langzaam moeten. Ja, maar dat moet natuurlijk niet. Dus nee. Het wordt een groot feest. Nou, ik heb begrepen dat er in de Stadhouderslaan zelfs een tribune vergeboet wordt. Ja, het is in ieder geval zo dat de lopers die komen dus aan op de Stadhouderslaan, bij het gemeentehuis. De weg is dan ook afgezet. Alleen de brandweer mocht nog door, zullen we zeggen. Want je kunt eigenlijk tegenover het gemeentehuis op de parkeerplaats van de brandweer, daar komt een tribune. Alleen daar mocht niet iedereen op zitten, daar moesten verroet geneigd worden. En de rest van de mensen die staan hopelijk langs de kant. En op het moment dat iedereen binnen is, dan hoop ik dat het ganse gebeuren zich verplaatst naar de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Ja. Want dat is feest. En feest, wat moet ik me erbij voorstellen? Nou ja, voor hebben het is in ieder geval een bevrijdingsdag en bevrijdingsvuur. Wat ze midden hebben genoemd, Frank, het is natuurlijk wel belangrijk dat ook het bevrijdingsvuur ontstoken wordt. Ja. Dat deed dus, geloof ik, de burgemeester zelf. En dat is eigenlijk de opening van het feest. En ja, we hebben daar een groot podium geregeld. Dat is eigenlijk de podiumwagen van Falcon Radio. Ja, dat is een stageliner, dat klapt open. En daar komen dus een aantal artiesten komen er optreden. En we hebben dan even over georganiseerd voor de kenner. Mm-hmm. We willen er eigenlijk een familiedag van maken. Dat niet alleen maar de ouderen komen, maar ook de kenner. Vandaar ook het tijdstip van 3 tot 9 of 9:30. En we hebben dus aan de ene kant drie artiesten op. Aan de achterkant, daar waren 2 van die hete luchtballonnen klaargemaakt voor de lucht in te gaan. Mm-hmm. Verbind je dan een loterie aan. Dus als ze een beetje geluid hebben, Paul, kent ze nog mee de lucht in. Moest ze wel een luidje pakken. Hè? Maar het zijn luchtballonnen die... Het zijn echte luchtballonnen, hele grote. Verdenken dat voor de kenner een bezienswaardigheid is. En vandaar ook... En daar kent je geen diensten. Daar kent ze echt volledig in. En dan gewoon zonnig te loggen. En dan gewoon zonnig te loggen. Fantastisch. Maar het is afhankelijk niet van dicht, maar van het weer. Ja. Maar dat kent dus iedereen het kans om ja. Zo'n, wie noemt ze dat, een vaart, een ballonvaart. Met een ballonvaart. Een ballonvaart. Het is alleen afhankelijk, die mocht niet altijd opstijgen. Het was altijd afhankelijk van de thermiek. En ja, als dat goed, we hopen dat ze allebei de loggen gewoon. Omdat er een stuk of 6, 7 eigenlijk op 5 mei ten hemel gaan. Het ligt ook een beetje eraan of de aswolk dan echt ja, helemaal weg is. Dat is dan allemaal, dat is allemaal geen probleem. Ja, en we hebben dan even dus een aantal artiesten geregeld. En de hoofdact van je wild dat genoemd moet worden, dat is Jumbo. Jumbo is eigenlijk K3, maar dan Nederland, zal ik zeggen. En ja, vind je dat gewoon geweldig dat zo het komt. En daarom lezen we nog een paar andere artiesten, zoals wie Dwayne Verheijden, dat speelt Tex-Mex muziek. Mm-hmm. Dwayne is de winnaar van het Schenkske, dat is de beste accordeonist. Dat heeft samengespeeld met Flaco Jimenez. Dat komt dus in Steen optreden. En versleert in het festival af met Lampshape, een Steense groep. Dus ze zitten toch een beetje in de festivalsfeer. En we beginnen met het Steiner Mannenkoor. Kijk, daar worden we te wachten. Want bij zo'n bevrijdingsfeest heurt heel statig een mannenkoor. Ja, inderdaad, en we hebben dan het mannenkoor. Die is bereid gevonden om aan het begin van het feest zingen die een aantal liederen. Een beetje de Amerikaanse strijdliederen. Ja. Dat waren natuurlijk bij een bevrijdingsloop. Denk je direct aan Vera Lynn? Paul, het is ongelooflijk, maar de koers van lidzin van het mannenkoor. Het klopt inderdaad. Dan wil ik het mannenkoor niet aandoen. Maar de nou komt nog Dora van Eumen, die wil voor het volkslied laten zingen. En zo is er voor alles wat. Je kunt nog een springkussen, dan kunnen we een vertuur, dan kunnen we een ijswagen. Geweldig. Ja, want een feest met een hapje en een drankje, dat hoort natuurlijk ook wel. Eigenlijk waart er alles bij en we willen gewoon dat eigenlijk de ganse Steiner bevolking niet weer gaat zeggen, op 5 mei wordt weer niks georganiseerd. Hoe laat moeten jullie wat nu allemaal willen komen door bij dat gemeentehuis in? Nou ja, ik denk vanaf 3:30, want dan zijn ze in afwachting van de lopers. Ja. Die werden dus vooraf gegaan door een aantal legervoertuigen. Ook dat is een bezienswaardigheid. En het gaat door tot 9:30. Dus we beginnen op 10 en verschijnen op 10 de hoed. Ja. Maar het is natuurlijk belangrijk dat jullie aan het begin doorzien. Want als die luipers binnenkomen, dan moet er een massa volk staan en die moeten ze enthousiast toejuichen. Want die hebben een hele prestatie achter de rug dan. Ja, nee goed, ze hebben dus 3 dagen gerend. Ja. Weliswaar Roomse beurt, maar ja, doog het maar, zal ik zeggen. En ik vind gewoon, het is niet alleen de loop, maar het is het ganse geheel. En dat feest werd er gewoon bij. En we moeten inderdaad bevrijding, we moeten dat vieren. En dus is toch wel dat de gemeente dat ook begrepen heeft. Die hebben dus ook mooi ondersteund, zal ik zeggen. En dat heeft er natuurlijk ook een beetje te maken
We hebben nu raadsleden die werden nu eigenlijk gelanceerd. Hè. En het is juist toch dat er een paar biezen die de oorlog nog hebben metgemaakt. Want anders had je die dus niet zo ondersteund. Goed, dat zal het wel zien. Huub, bedankt en heel veel succes. En we hopen dat het zwart van het volk wordt op 5 mei biedt gemeente Hoes vanavond 14:30. Iedereen is welkom, Paul. Oké, bedankt. Welkom bij deze nieuwe uitzending van uw eigen lokale omroep Stijn. Vandaag hebben wij beelden voor u van de Sint-Augustinuskerk in Elslo. Zoals u weet is deze in de afgelopen periode gerestaureerd geworden. En om nou precies te zien wat er allemaal is veranderd, nemen wij u eerst terug naar het verleden toen ze net zijn begonnen met de restauratie. En op het einde van deze reportage zult u zien hoe de kerk opnieuw is ingezegend. Nu het is zo bekiek, nu ben ik geen bouwkundige, maar dat gaat een hoop geld kosten. Ja, de begroting is, als ik het goed heb, 1,1 miljoen. Gelukkig hoeven we die natuurlijk niet zelf te betalen. We hebben van het Rijk een dikke 7 ton gekregen, van de provincie een ton en van de gemeente. En de rest, zeg maar 150.000, 160.000 euro, moeten we dan nog zelf bijeenzien te krijgen als parochie. En dat kiet je bijeen met de collecte in de kerk? Met de collecte zal het niet lukken natuurlijk. Maar we proberen het. Ze zijn al bezig met een aantal acties. En in de loop van de maand mei, 18, 19 en 20 mei, willen we een grote collecte houden hier in Elslo. Intussen zijn er ook al bedrijven aangeschreven. En zijn er gelukkig ook al Elslonaren van binnen Elslo en buiten Elslo die al giften gegeven hebben. Soms wel tamelijke bedragen, zodat het inderdaad een beetje verroet gaat. Ja, want het is natuurlijk een prachtige oude kerk en het is gewoon belangrijk dat die fatsoenlijk gerestaureerd wordt, zodat ze weer heel goed jaren metgeeft. Ja, ik zeg altijd, de oude kerk van Elst is zeker een van de 3 mooiste kerken van Limburg. Zeker als het de ligging metpuks, de interieurzuus. De kerk was eigenlijk volledig in orde, alleen bleek er dus een groot probleem te zitten in de Magelrand, wat eigenlijk niemand had zien aankomen.
En hoe ze zijn natuurlijk, daar komen ze vervolgen. Oh, ze zijn er verder mee. Nu zitten we onderin en mengen, net een beetje stabilisatie zal ingedoen. Wacht, daar ben je toch weg. Ja, wat is dit gekocht? Ja, dat is nog natuurlijk niet. Ja, hier. Malen we door de langzame verdieningen. Ja, wat hebben we hier? Ik had zo'n skilkje gebruiken. Begin. Waterpas. Ja, moet ik hem even gaan halen. We gaan hier nog. Ja, ja, ja. Deze pot. Ja, moet je aan de hand halen. Wel afgerichten. Sluiten wij vandaag af met een muzikale clip. Wij hopen dat u ervan zult genieten, maar nog meer hopen wij dat u de volgende keer weer kijkt. Wilt u nou meer informatie hebben over de lokale omroep? Kijk dan even op de website www.omroepstijn.nl. En voor alle andere informatie kunt u natuurlijk altijd terecht op onze kabelkrant. Wat ons betreft, tot de volgende keer. Ja.
ze op wachtte, tot ze wat zeker werd. Alsof dat bestond raar, die zekerheid geef. Het is niet eerder seconde de tijd voor een clue. Waarom nog wachten? Waarom niet nu? Oh, wat wil ik tegen? Wat maakt ik bang? Dat weken aan wegen, de bleefs aan de gang. De twijfels nog even en wat heb ze dan? Dan is alles weer anders en het komt er niet later. Later besteed niet. De wens wie dat geeft, later dat geeft niet. Later. Zo vaak werd gezegd, de huurs nog van mij. Ik zie het ze zeggen, raak het gezicht. Waarom altijd beloven wat nooit wordt gedaan? Voor minste mening en liefde verstom. Dus doen wat ze zelf wil en neem de besloot. Denk ze het te weten, dan komt er verroet. Laat ze niet rooien, oh wat ze bedoelt. Laat ze het weten, wie is die het voelt. Later besteed niet, de wet wie dat geeft. Later dat geeft niet. Later, oh later, later is te laat. Het is niet eerder seconde de tijd voor een clue. Later besteed niet, later is het.